Helaba, onze gemeente is keigoed bezig. Ze hebben een bijencharter ondertekend, wat dat wil zeggen dat ze de bermen tussen de dorpskernen, dus de verbindingswegen, bijenvriendelijk gaan beheren. Dat wil zeggen dat er meer bloemen gaan blijven staan, dus dat er meer voedsel gaat zijn voor de vlinders, de bijen, de insecten. Ik zou het wel weten als insectje. Lekker. Maar dat wil ook zeggen dat er nog heel veel bermen nog wel worden afgereden. Degene eigenlijk binnen de woonkernen. Behalve als je deze bordjes in uw berm plaatst. Deze moeten gewoon bij uw gemeente aanvragen. Dat kan via de website van Bye Bye Gazon. En die kunnen daarvan gaan afhalen. En dan komen ze niet meer maaien. De man die normaal het gras gaat maaien langs de bermen, die zegt dan, hier mag je niet meer maaien. Je haalt dus je bordje op, je pakt uw hamer. En voilà, klopt dat in uw berm. Cool, hè? Dus je bent gewoon baas over uw eigen berm. In de zomer zorg je voor een berg voedsel. En in de winter zorg je eigenlijk voor een soort van B&B. Die volwassen insecten die kunnen zich verstoppen daar in de winter. En die verdorde stengels, dat is eigenlijk een fantastische kraamkliniek voor hun nageslacht. Maar ik hoor je wel denken, Dieter, man, dat ziet er toch slordig uit. Ik heb daar een trucje voor. Wacht, hè. Zie, je rijdt gewoon een half meter strak af. En dan ziet het eruit alsof dat gewoon een meter lang groen is. Ziet dat er niet bangelijk uit? Daar kunnen we niks op tegen hebben. Goeie tip, hè?